Om schade als gevolg van weersextremen te beperken, zullen we water veel meer leidend moeten laten zijn in de ruimtelijke inrichting van ons land. Toekomstbestendige keuzes bij land, water en bodemgebruik zijn noodzakelijk, zeker ook bij die grote woningbouwopgave. En in de regio betekent dat goed samenwerken in een goede regie. En van het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer vragen wij dat zij dit principe omarmen en dat zij het financieel ondersteunen.